Pizzafest deel 2. We gaan de granny's aan elkaar maken als één lange sliert. Ik heb ze nu even onder elkaar gelegd om jullie te laten zien. Ik heb voor degene waarvoor ik de vest maak, heb ik haar opgemeten. Zij zal voor het rugpand 50 centimeter breed zijn en voor 57. Nou komt dat mooi uit, toevallig, want 50 zijn bij mij in totaal 4 bij elkaar. Ik heb het opgemeten en ik kom precies op 50 centimeter uit voor alle 4. En dan ook 4 voor de voorpanden. Dat wil zeggen 2 granny's per voorpand. Links eentje 2 stuks en rechts 2 stuks. Ik ga ze nu wel allemaal één keer aan elkaar maken, want ik moet ze aan elkaar hechten. Ik ga dus eerst een lus op de naald maken. Dus zoals ik in deel 1 heb uitgelegd, met een ketting maken, dan begin je eigenlijk hetzelfde. Dus je zet je draad tussen je duim en je wijsvinger in. En de andere kant, je werkdraad tussen de middelvinger en de ringvinger. Je steekt de haaknaald onder het draad, je draait eromheen. En dan pak je werkdraad op en die haal je door. Heb je één losse gehaald, gehaakt. Dit is ook de manier om met kleurwisselingen te werken. Goed, dan gaan we naar de eerste granny. Je hebt hier aan de rechterzijde Aan de rechterzijde een losse ruimte en daar hechten wij draad in vast. Dat doe je door de lus er doorheen te halen en een vaste te maken. Een halve vaste. Dan gaan we in diezelfde losse ruimte een vaste haken. Let wel, je moet alle granny's in deze toer aan de goede zijde zichtbaar hebben. Dan gaan we. Nadat we die ene vaste in de hoek gehaakt hebben, 14 vasten in totaal haken. Dus bovenop alle stokjes 1 vaste. Ook hier weer, je werkt aan de goede kant van het werk, dus je werksteek zit aan de rechterkant van je stokje. Dus nummer 2, nummer 3. Ik zal even de andere granny's weghalen. Zo. Nummer 3. Nummer 4. 5, 6, 7. En dan zijn we hier aangekomen bij het afgehechte draadje. Wat ik doe is meestal niet het stokje pakken waar ik het draadje af heb gehecht, maar die andere pak ik, steek mijn naald door 2 lussen, pak mijn draad mee, trek hem er doorheen en dan ga ik van de andere kant naar voren toe door de volgende lus heen en trek mijn draad naar achter. Dan ga ik de steek ernaast, steek ik mijn naald door, haal ik mijn draad naar voren. En dit blijf ik eigenlijk net zo lang herhalen tot ik geen draadje meer over heb. Als je een heel lang stukje hebt afgeknipt, stop gewoon op een gegeven moment en knip het rest af. Trek er een beetje aan en dan zit hij goed. Nu ga ik verder met de vaste steken. Daar is de volgende. En daarnaast eentje. Net zo lang totdat ik 14 vaste heb gehaakt. Dus boven elk stokje van je granny maak je 1 vaste. En nog eentje. En dan heb ik de 14 gehaakt. We zijn begonnen aan in de losse ruimte. We zijn nu eigenlijk, je moet eigenlijk zo je granny houden als je hem gaat voorhouden voor om je lichaam heen. Dat is dit de bovenkant. In de bovenste losse ruimte maak je weer 1 vaste. Dit noemen we omhoog en dit noemen we omlaag. Om voor even voor spreekgemak te doen. We gaan nou 14 vaste omlaag haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 en de laatste is 14. Dan zijn we aangekomen in het dalletje. In het dalletje steek je haaknaald door de losse ruimte heen en dan pak je de volgende granny. En daar steek je ook door de losse ruimte. Het maakt niet uit welke hoek je pakt.
Ik heb de voorkeur om gelijk de kant te pakken daar waar mijn afgehechte draadje is. Dan kan ik daar gewoon gelijk mijn draad wegwerken en hoef ik daar later niet meer naar te kijken. Dus je steekt je haaknaald door de eerste losse ruimte van de granny waar je al de vaste langs gehaakt hebt en door de tweede heen. En dan pak je draad, allebei goede kant zichtbaar houden. Draad er doorheen halen en je vaste haken. Nou zitten ze aan elkaar. Nu gaan wij aan deze kant van de nieuwe aangehechte granny 14 vaste omhoog haken. Houd er rekening mee, waar je losse ruimte waar je de vaste samen hebt gehaakt zit je eerste vaste. Je eerste steek waar je vaste moet maken. Sla er niet over, want dan klopt jouw stekenaantal niet meer. En dan zit je in de volgende toer in de knoop. 3, 4, 5. Nou, die haak ik even omhoog. Totdat we in de top van de granny zijn, dus in de punt bovenaan. En nog eentje. En nu zijn we weer in de bovenste punt van de granny aangekomen. In de losse ruimte maak je 1 vaste. Dan gaan we weer 14 vaste omlaag haken. Nou, dat is dan 1. Ook weer niet vergeten, die eerste steek wat in de losse ruimte eigenlijk verdwijnt als je die vaste haakt, dat je die meepakt. Nummer 3, 4, 5, 6, 7. Nou ben ik hier weer aangekomen. Ga ik weer mijn draadje wegsteken. Mijn werk afgehechte draadje van de granny. Zo. Trek hem een beetje aan. Die laatste stukjes kan je later wegknippen. Dat hoef je niet direct te doen. Mag wel, maar hoeft niet. Ik doe het gewoon even later. Zo zijn we er bijna aangekomen in de volgende dal. En nog eentje. En dan heb ik ook mijn 14 vaste naar beneden gemaakt. Daar ben ik. Even kijken, ja. Ja. Dus je start in de eerste vaste in de hoek. Dan haak je 14 vaste omhoog. In de bovenste losse ruimte maak je 1 vaste, dan ga je 14 vaste omlaag. En in het dalletje steek je de 2 hoeken samen in de losse ruimte en maak je een vaste mee. Dan ga je 14 vaste omhoog, vaste in de top en dan weer 14 vaste omlaag. En dan gaan we nog eens keer herhalen. Dan gaan we de volgende granny aanhechten. Dus weer je haaknaald in de losse ruimte steken. Pakken we de volgende losse ruimte erbij. Ook van de goede zijde, van de goede kant afwerken. Dus niet omdraaien. Draad doorhalen door de 2 punten en je vast te maken. En zo ga je door totdat je alle grannies, dat wat je opgemeten hebt, wat je nodig hebt, aan elkaar zit als 1 grote lange ketting. Of als een slinger, hoe je het wil noemen. Dat is misschien ook wel een keer een idee. Een hele lange ketting te gaan maken met allemaal grannies. Leuk rippeltje er langs met allemaal restjes garen. Volgens mij heb je dan een hele leuke kinderversiering voor een verjaardag. Ga ik eens een keer kijken wat ik daarmee kan doen. Schiet me nou ineens te binnen. Zo, dat zijn 14 vaste omhoog, 1 vaste in de top en weer 14 vaste omlaag. En dan hecht je weer 2 grannies samen door middel van de naald door de losse ruimtes heen te steken en daarmee een vaste vast te haken. Ik ga deze 8 grannies wat ik nu heb afmaken en dan zien jullie mij zo terug op de video voor de eerste toer, de tweede toer eigenlijk van de Boa Pizza Fest deel 2. Dan gaan we een stuk ripple haken en dan gaan we voorpanden en achterpanden aan elkaar, voorpanden en achterpanden creëren en dan is deel 2 klaar. Voorpanden gaat op 2 manieren gebeuren op de film. De eerste manier is met 1 granny voorzijde en de tweede manier is met 2 granny's voorzijde. Dit vergt wat aanpassing. Als je het patroon aankoopt of aangekocht hebt, zul je het ook zien dat er 2 delen voor deel 2 zijn. Goed, ik heb het geheel aan elkaar gemaakt met de eerste toer vaste. Je zal zien dat dit
wat gaat krullen aan de topjes. Dat is niet erg, dat gaat zelf verdwijnen. Ik heb de 14 stuks omlaag gehaakt en we gaan eindigen met één vaste in de losse ruimte. We zijn hier aangekomen bij de losse ruimte. Daar maken we de laatste vaste in. Vergeet die niet, want die is heel belangrijk voor je telling. Gaan we starten. Als je kleurwisselingen doet, kan je hier afhechten en opnieuw aanhechten. Ik ga dat later nog eens een keer in een aparte film laten zien hoe ik dat doe. Ik haak één losse en ik draai mijn werk. We gaan nu dus het werk draaien bij elke toer die je gaat haken. Dus we kijken nu tegen de achterkant van de granny's aan. Als je het draadje nog niet weggewerkt hebt, wat mijn voorkeur betreft, dan weet ik gewoon, goed, dat is mijn achterkant. Hier is mijn draadje. Goed, gaan we beginnen. Ik heb één losse gehaakt en werk gedraaid. Nu gaan we drie steken vast samen maken, dus drie stokjes samen maken. Vergeet niet de eerste vaste die je in de losse ruimte hebt gemaakt mee te nemen. Dat is je eerste steek. Ga je ophalen en eerst door één keer door twee lussen heen. Sla je draad om, dan ga je naar de volgende steek. En haal je draad op en haak je door twee lussen heen. Nog een keertje omslaan, draad ophalen en door twee lussen heen. Dan heb je 1, 2, 3 en 4 lussen op de haaknaald. Nu haak je door alle vier de lussen heen. Dat zijn drie stokjes samengehaakt. Nu gaan we twee stokjes samen maken. Draad omslaan, door de eerste steek ophalen en door twee lussen heen. Draad omslaan. Door de volgende steek, draad ophalen en door twee lussen heen. Nu heb je 1, 2 en 3 lussen op de haaknaald en haal je draad door. Dan heb je 1 keer 3 stokjes samengehaakt en 1 keer 2 stokjes samengehaakt. Nu gaan we 10 stokjes omhoog haken en eindigen voor de steek voor de losse ruimte. Dus waar je een losse ruimte vast hebt gemaakt. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en nummer 10. Nu zijn we bij de vaste die je in je losse ruimte de vorige toer hebt gemaakt. In die vaste maak je 1 stokje, 1 losse plus nog een stokje erbij. Dat noemen we de V-steek. We zijn dus begonnen met 3 stokjes samen haken, 2 stokjes samen haken, 10 stokjes omhoog en een V-steek in de top. Stokje, losse, stokje. Als ik nu dus V-steek zeg, dan weet je dat ik een stokje, een losse en een stokje in dezelfde ruimte plaats. Dus in 1 steek. Nu gaan we 10 stokjes omlaag haken. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 en nummer 10. Nu zeg het patroon 4 stokjes samen haken. En dan zullen mensen denken, ja, maar ik heb nog 1, 2, 3, 4 steken over voor de steek in het midden. Klopt. We gaan de eerste 2 pakken. We slaan 1, 2, 3, 4, 5 steken over. En de 6 en de 7e, dus van de volgende granny, die gaan we samen haken. Dus in de eerstvolgende maak ik een onafgemaakt stokje. In de steek daarna maak je 1 onafgehaakt stokje. Dan heb je 3 lussen op de naald. Dan sla je 1, 2, 3, 4, 5 steken over. Dan ga je naar de 6e. Daar maak je een onafgehaakt stokje. En in de volgende maak je een onafgehaakt stokje. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 lussen op de haaknaald. En dan haal je draad door. Dan heb je 4 stokjes samengehaakt. En dan denk je, hé, maar ik heb hier een behoorlijk gat. Klopt. Die moet daar zitten. En waarom? Als jij de granny's om je heen hangt, dan heb je die nodig om de spanning te verdelen. Als je die volledig dicht zou haken,
kan het zijn dat je hier een mega bobbel krijgt. Plus jouw rek is eruit. Dus dat gaatje moet hier zitten. Naarmate jij de toer omhoog gaat haken, gaat het gaatje zich sluiten. Dan gaan die beneden ook nog doorhaken. Daar zie je straks helemaal niets meer van. Gaan we nog een keer. 10 stokjes omhoog haken. Dus elk steek 1 stokje. 1, nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. 7. 8. 9. En nummer 10. Nu zijn we weer in de top aangekomen. Dan gaan we weer de V-steek haken. Stokje losse stokje. In dezelfde steek. En dan gaan we nog een keer naar beneden. En dan ga ik nogmaals het dalletje laten zien. Dan gaan we 10 stokjes omlaag haken. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 en nummer 10. Nu zijn we in het dalletje aangekomen. En dan gaan we weer hetzelfde doen. De eerste twee stokjes maak je onafgehaakt over de eerste twee steken. Dan heb je 3 lussen op de haaknaald. Dan sla je 1, 2, 3, 4, 5 steken over. En dan de volgende twee haak je ook 2 onafgehaakte stokjes. Dat is de eerste. En dat is de tweede. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 lussen op de naald. En dan trek je draad door. Zo heb je 4 stokjes samengehaakt. Dus wat hebben we nou gedaan? We zijn begonnen met 3 stokjes samenhaken, 2 stokjes samengehaakt. Dan hebben we 10 stokjes omhoog gehaakt. Dan hebben we een V-steek in de top gehaakt. 10 stokjes omlaag. 4 stokjes samen, 10 stokjes omhoog, V-steek in de top, weer 10 stokjes omlaag en dan hier weer een 4 stokjes samengehaakt in de dal. Nou, dit ga je herhalen door de hele ketting van granny's heen en dan eindigen wij samen in de laatste, hier is die, in de laatste stukje van de granny. Dan gaan we hetzelfde sluiten als we begonnen zijn aan deze kant. Ik ga deze toer afhaken en dan gaan we eindigen samen met deze toer en dan starten met toer 3. Ik heb alle granny's langs gehaakt. We zijn nu aangekomen bij het laatste randje van de laatste granny. Dan gaan we samen het laatste stukje afmaken. Het laatste stukje van de granny. We gaan eerst 10 stokjes omlaag haken. De V-steek heb ik al gedaan in de top. Dat is nummer 1. Eerste stokje. Dan steek ik tussen mijn draden door. Dat is nummer 2. Dat is het derde stokje. Vierde stokje. Vijfde stokje. Zesde stokje, zevende stokje, achtste stokje, negende stokje en het tiende stokje. Nou zul je zien dat je nog 1, 2, 3, 4, 5 steken over hebt. Gaan we nu omgekeerd doen van de eerste granny. Daar hebben we 3 stokjes samengehaakt en daarna 2. Nu gaan we eerst 2 stokjes samen haken over de eerstvolgende 2 steken. Dus de eerste steek maak je 1 of onafgehaakt stokje. En in de tweede steek maak je het tweede onafgehaakte stokje. Dan heb je 1, 2, 3 lussen op de naald en haal je draad door. De laatste 3 steken, dus inclusief die eerste vaste in de losse ruimte, haak je 3 stokjes samen. Dus de eerste stok onafgemaakt.
In de volgende steek de eerste stokje onafgemaakt. En in de laatste steek 1 stokje onafgemaakt. Dan heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de naald. En haal je draad door. Indien je kleurwisselingen doet, hier afhechten en daar ook weer aanhechten. Ik doe het nu op mijn manier met 1 kleur. Dus ik haak 1 losse en ik draai het werk. Dan gaan we vanaf de goede zijde de derde toer samenhaken. We starten met 3 stokjes samenhaken. Dus over de eerste, tweede en over de derde. Als je dan niet zeker bent hoeveel stokjes je over zou hebben, ga je tellen vanuit de losse ruimte. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stokjes. Dan zit je goed. Dan weet je dat jij je V-steek in de juiste steek hebt gedaan. Dus, we slaan het draad om en dan zie je hier een opening komen. Dat is de plek waar je eerste onafgemaakte stokje maakt. Dat is 1. In de volgende een onafgemaakt stokje is hetzelfde verhaal. Dus eentje bovenop de 3 samengehaakte stokjes en eentje bovenop de 2 samengehaakte stokjes. Plus nog 1 bovenop een normaal stokje. Onafgemaakt, dan heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de naald en haal je draad door. 3 stokjes samengehaakt. Nu gaan we 10 stokjes omhoog haken tot we bij de V-steek zijn. Dat is het eerste stokje. Het tweede stokje. Het derde stokje. Het vierde stokje. Vijfde stokje, zesde stokje, dus nummer 7, nummer 8, nummer 9 en nummer 10. Nu zijn we bij de V-steek aangekomen. In die V-steek maak je weer een V-steek, dus in de losse ruimte, zo noemen ze het ook vaak. Maak in een stokje een losse. En nog een stokje erbij. Nu gaan we 10 stokjes omlaag haken tot ze bij het dalletje zijn. Nou, dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. 5, 6, 7, 8, nummer 9 en nummer 10. Nu zijn we aangekomen in het dalletje. 1 steek voor de 4 samengehaakte stokjes ben je aangekomen. Die steek voor de samengehaakte stokjes en de steek na de 4 samengehaakte stokjes, die ga je samen haken. Dus 2 stokjes samen haken. Dus, de haaknaald in de eerstvolgende steek je draad ophalen en een onafgemaakt stokje. Dan sla je die 4 samengehaakte stokjes over en in de volgende steek je naald en maak je weer een onafgemaakt stokje. Dan heb je 1, 2, 3 lussen op de naald en haal je draad door. Zo ziet het er dan uit. Nu gaan we herhalen. We gaan 10 stokjes omhoog haken. En dan laat ik je nog eenmaal zien hoe je het dalletje doet. En het omhoog en omlaag haken. En dan zie je mij daarna weer terug met het eindigen van deze toer. Als ik al die grannies langs moet haken op camera, dan wordt de film veel te lang. En dat willen we niet. Zo, we hebben de 10 stokjes omhoog gehaakt. Nog eentje hierna. Zo. Ik ben aangekomen in de top van de granny. Daar maak je weer een V-steek in. Dus een stokje, een losse en een stokje. Nu gaan we net doen als hier aan deze zijde. We gaan 10 stokjes omlaag haken. 1. 2,
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En nummer 10. Dan zijn we weer een steek voor de 4 samengehaakte stokjes aangekomen in het dalletje. Dus die pak je op. Het eerste volgende steek, een onafgemaakt stokje. Dan slijden 4 samengehaakte stokjes over. De steek daarna maak je een volgende onafgehaakt stokje. Dan heb je 1, 2, 3 lussen op de naald en doorhalen. Goed. We zijn dus gestart met 3 stokjes samenhaken. In deze hoek hier. Dan ga je 10 stokjes omhoog V-steken in de top. 10 stokjes omlaag en 2 stokjes samenhaken in het dal. Over de eerste en de derde steek. De 4 samengehaakte stokjes steken sla je over. Dan ga je weer 10 omhoog. V-steken in de top. 10 omlaag. 2 samengehaakte stokjes over de eerste en de derde steek. Dus dit stuk blijf je herhalen. Tot je bij de laatste granny bent. Totdat je helemaal rond bent gegaan, of tenminste langs bent gegaan, langs al je grannies. Dan eindigen we hier en dan gaan we samen het laatste stukje afhaken. Dat zal ook weer een spiegelbeeld zijn van de eerste granny. Dus we gaan nu eerst hier 10 stokjes haken en dan over de laatste 3 steken 3 stokjes samen haken. De slinger is weer rond. Ik ben aangekomen in de laatste V-steek en we gaan het laatste stukje samen haken. En dan gaan we de voorpanden doen en de achterpanden. Goed, we gaan nu 10 stokjes omlaag haken. Dat is de eerste. En de tweede. Derde. Nummer 4, nummer 5, nummer 6, 7, 8, 9 en nummer 10. Dan zijn we aangekomen met de laatste 3 steken. Dat zijn een stokje, de 2 samengehaakte stokjes en de 3 samengehaakte stokjes. Over die 3 steken gaan we 3 stokjes samen maken. Dus in de eerste maak je het onafgehaakte stokje. In de tweede, dus bovenop het samen, 2 samengehaakte stokjes, maak je 1 afgemaakt stokje. En boven de derde, de 3 samengehaakte stokjes, maak je ook 1 onafgehaakt stokje. Dan heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de naald en haal je draad door. En in kleurwisselingen hier afhechten en ook hier weer aanhechten. Ik maak 1 losse en draai mijn werk. Dan zijn we aan de achterkant van het werk bezig, dus aan de verkeerde kant. Nu, ik ga jullie eerst uitleggen hoe jullie een 1 granny voorpand moeten maken. Dus 1 granny als voorpandje gaan we alleen dit stuk ophaken. En daarna laat ik jullie zien hoe je het met een 2 granny's voorpand moet doen. Dan moet je namelijk starten in de hoek en dan ga je omhoog, omlaag en omhoog. En dat is het stuk wat je voor de voorpand gaat gebruiken. Alleen bij het eerste deel gaan we de hoek diagonaal laten lopen totdat wij in lijn zijn met de V-steek. We gaan beginnen. Eerste toer. We gaan 2 stokjes samen maken in de eerste 2. Dus bovenop de 3 samengehaakte stokjes maak een onafgemaakt stokje. En de steek erna maak een onafgemaakt stokje. Heb je 1, 2, 3 steken op de naald en haal je draad door. Dan gaan we 10 steken omhoog haken. 1. Dus nummer 2. 2. Dus nummer 3. Nummer 4. 5, 6, 7, 8 en
tegen. Hier is de tiende en in de tiende maak je twee stokjes in één steek. Dus nummer 10 en nummer 11. We hebben de eerste toer gehad. We gaan nu zorgen dat deze recht omhoog gaat, maar die gaat ook recht omhoog. Hier doe je dat door samen te haken en hier doe je dat om door te meerderen. Dus als je kleurwisseling doet, hier afhechten en in dezelfde hoek ook weer aanhechten. We gaan nu beginnen met tellen of het klopt. Want we moeten eindigen met twee stokjes samen. Dus hier, dat is nummer 1 en nummer 2. Hoeveel steken hebben we dan nog over totdat we weer bij het begin zijn? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en nummer 10. Dus we gaan nu in de eerste twee stokjes haken. Dat is het eerste stokje. En hier is het tweede stokje. En dan gaan we omlaag. Tot we bij de laatste twee zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de laatste is nummer 9. En dan zijn we bij de laatste twee steken aangekomen en daar maak je twee stokjes samen. Dus twee onafgemaakte stokjes, heb je drie lussen op de naald en haal je draad door. Bij kleurwisselingen hier weer afhechten en ook daar weer aanhechten. Eén losse en werk draaien. Dan kijken we weer tegen de achterkant van het werk aan. Twee stokjes samen haken. Het eerste onafgemaakte stokje en het tweede onafgemaakte stokje, drie lussen op de naald en doorhalen. Dan gaan we kijken of we nog steeds correct zijn. We gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steken en in de laatste maken we er 2. Dus 9 stokjes op een rij, 1. Je kan ook zeggen 10 stokjes op een rij plus eentje extra en de laatste erbij. Omhoog. Zijn we er bijna. Omdat ik één keer losse maak, is deze keer losse hier een beetje naar achter gedraaid. Dat is je laatste steek. Die valt ook nog onder een stokje. Daar maken we twee stokjes in. Nou zie je dat die recht omhoog gaat. En die ook. Dan ga ik het nogmaals herhalen met jullie. Eén losse en werk draaien. Dan zijn we aan de goede kant van het werk. Dit zijn eigenlijk de herhaaltoeren die je gaat doen. Dus je gaat hier altijd in de laatste of in de eerste. Dus als je aan de goede kant bent. Dit is trouwens je linker voorpand. Als je aan de goede voorkant, aan de voorkant bent, dan ga je beginnen met twee stokjes samen maken. 9 omlaag en de laatste 2 samen haken. Dus 2 stokjes in 1 steek, 9 omlaag plus 2 steken samen haken. Ben je aan de verkeerde kant van het werk, dan begin je met 2 stokjes samen haken, 9 omhoog en in de laatste 2 stokjes in 1 steek. Goed, ik ga deze toer nogmaals met jullie doen. Ik heb 1 losse gehaald om te draaien. In de eerste steek maak ik 2 stokjes. 1. En nummer 2. Dan gaan we omlaag haken met stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. En de laatste twee steken haak je weer samen. Dus twee onafgemaakte stokjes maken. 1, 2, 3 lussen en doorhalen. Deze toeren blijf je herhalen tot die punt hier het gedeelte van jouw schoudernaad raakt. Dus bovenop de schouders. Dus hou het voor je, hou het om je. En kijk als die punt hem raakt. Dan zit je goed
tel het aantal toeren wat je hebt gehaakt. En dat ga je herhalen aan het voorpand. Alleen aan het voorpand beginnen we niet onderaan. Maar dan beginnen we bovenaan in de granny. Als we die gedaan hebben, gaan we verder met het rugpand. Ik ga deze gewoon een aantal toeren ophaken. Want de dame die, waarvoor ik deze boa witsa vest maak, is niet hier. Dus ik kan niet doorpassen met haar. Dus ik ga gewoon een aantal toeren haken nu. Laat ik zien hoe jullie het gaan opvullen. Het hoekje bovenin. Nadat wij alle ripples hebben gedaan.